ik mag pa zeggen, want dan ben jij van mij. Wij hebben vandaag een bijzondere dag, want normaal zit ik van maandag tot en met donderdag radio te maken op een zender die overal te ontvangen is samen met Rob Stenders. Maar op vrijdag werk ik niet. En toen zei jij, ik zou wel eens een keer een vrijdag met jou willen doorbrengen om te praten over mijn carrière. Ja. Klopt? Klopt. En jij hebt veel meer te vertellen over jouw carrière in, op het podium dan ik. Dus ik zei, dat gaan we doen, dat vind ik leuk. En we zitten bij elkaar. Ik wil heel veel met je bespreken, want we willen natuurlijk praten over jouw tijd als trompetist, als producent, als organisator van evenementen. Maar ik wil ook heel graag met je beginnen in 1942, toen je geboren werd in Hierde op de boerderij van mijn opa en oma. Ja. Wat al een gekke tijd was om geboren te worden, laten we wel wezen. Midden in de oorlog. Ja, hoe was dat? Dat weet ik niet meer. Weet je nog iets van vlak na de oorlog, dat je ik merkte... Ik weet nog een paar dingen van uit de oorlog. Ja. Ik ben altijd gevoelig geweest voor geluiden. En het enige geluid wat ik weet vanuit de oorlog is... En dan gingen er honderden vliegtuigen die gingen richting... Duitsland bombarderen. Ja. En ik kwam ook weer terug. Dat vond ik een heel eng geluid als kind. Ja. En nog één onderwerp weet ik vanuit de oorlog, dat mijn opa, en die moest Duitsers wegbrengen. Die moest hij met paardenwagen naar Zwolle brengen. En dan was die familie van mij, oma en mijn moeder, die waren heel erg overstuurd. Ja, natuurlijk. Heel bang. Ja. En die angst, dat is ook altijd bijgebleven. En dat zijn de twee onderwerpen. Oorlogskind. Maar goed, jij groeit op. Je bent in 42 geboren. Dus zeg maar in 1950 ben je 8. Ja. Hè? En dan is Nederland nog volop aan het nabijkomen van die hele oorlog. Jullie woonden op de Veluwe. Dus in verhouding had je het denk ik beter dan de mensen in de stad. Werd daar bij jullie thuis over gesproken? Niet al te veel, want als er over de oorlog... Ik kan me nog herinneren dat ik ging kijken naar treinen, naar locomotieven. Ja. En toen ging ik met mijn vader daar naartoe en toen vroeg ik aan mijn vader... Dat gat daar, wat is dat? En toen deed hij, maar dat was een bomgat, hè? Ja. Die lijnen werden gebombardeerd. En dat was hier vlakbij? Ja, hier bij... Daar zijn ook al die Joodse mensen vanuit Amsterdam, die zijn dus hier overheen gekomen. Hè? Ja. Naar richting Drenthe. En dat maakt me wel echt de indruk op mij, hoor. Daar kan ik... Even voor de vorm, want jij woont nu ook weer in Hierde, hè, waar je ook geboren bent. Dus we hebben het nu letterlijk over dingen die hier heel vlakbij gebeurd zijn. Maar jouw leven nu is heel anders dan dat van je ouders. Jouw ouders hadden een boerenbedrijf. Ja. Met een aantal kinderen op het erf hollen. Ja. En wat voor boerenbedrijf hadden zij? Mijn vader en moeder hadden een gemengd bedrijf. En dat woord zegt het al. Ze hadden koeien, kippen, varkens, alles. Dus het was echt een leuk bedrijf. Van alle markten voorzien. Ja. Ze konden zich ook bijna redden. Behalve kleding, dat moesten ze kopen. Voor de rest was het ongekend. Ja. Wat een eenvoud, die mensen. En ik bedoel, qua afval kwam er ook bijna niks. Dat ging allemaal op de mestpluizen, zeiden ze bij ons. Dat was waar de koeienstront. Ja. Daar ging heel alles duurzaam. Op. Heel duurzaam bedrijf eigenlijk. 100%. Ja. En jij groeide daarop. Is dan niet de verwachting dat je gewoon ook boer wordt? Net als je ouders? Nee, dat was uitgesloten. Voor jouzelf? Ja. Voor hun ook? Of dachten zij dat jij boer ging worden? Ja, ik had geluk dat mijn vader, die hield ook van muziek. En die vond het wel leuk dat ik nogal getalenteerd was. Dat activeerde hij. Dat hoef je bij mij niet te doen, want ik bedoel, dat weet jij nu hoe dat werkt. Hè? Dus dat had ik toen op 8-jarige leeftijd ook al. Ja, ja, ja. Ooit kwamen de boertjes van Buten, die kwamen hier bij jullie bekend. Er was een orkest. Ja. Gert-Jan Krutmoes van de KRO. En die kwamen hier optreden. En die trompetist die speelde de posthoorn galop. En ik stond aan de grond genageld. Dat vond ik zo fantastisch. En toen dacht ik van, ik word trompetist. Dat was het moment. Hoe oud was je toen? Een jaar of 10. En die kwamen hier in het dorpshuis spelen of zo? Achter het dorpshuis. Achter het dorpshuis, in een feesttent of zo? Ja, de boertjes van Buten.
Dus dat klopt heel erg bij hier natuurlijk. Ja, hè? Ja, ja. En jij stond daar als aan de grond als vanavond. Zo van, en ik was echt later, die Bert Grijs heette, die trompetist, ging naar hem toe en vertelde ik aan hem en zei, ik ben door jou trompet gespeeld. Heel aandoenlijk hoor. Dus je hebt hem ontmoet? Ja, zeker. Oh, wat grappig joh. En de dirigent ook, dat was Jo Budy. Wat zei hij tegen jou toen jij dat zei? Hij kreeg een traantje in zijn ogen. Ach. Ja. Ja, zo werkt het natuurlijk. Ja. Iedereen inspireert iedereen. Ja, ja. Maar jij zegt, er was bij jullie thuis ook al veel muziek. Wat was er dan? Wat was dat ja, dan kijk, voor muziek? Dat was natuurlijk al een ander genre. Mijn vader die had een paar koortjes hier op de Veluwe. En die speelde huisorgel. Harmonium. Ja. Dat weet ik. Daar speelde hij psalmen op. Ja. En daar ben ik mee grootgebracht. Ja. Dus later is me dat heel goed van pas gekomen met de hele affaire met Klaasje Mulder. Ja. Die is op dezelfde manier grootgebracht. Daar gaan we het nog uitgebreid over hebben, Klaas. Want dat is ook een heel verhaal. Fenomeen. Ja, precies. Maar goed, ja, ik weet dat, want ik kan me dat orgel nog herinneren. Op de Heert stond dat. Ja. En ik moet eerlijk bekennen dat ik hem daar niet veel op heb zien spelen. Nee, maar toen was hij al een beetje aan de oudere kant. Maar okay. Ik heb hem echt gekend dat hij elke dag speelde. En als die man aan het spelen was, dan was een boerderij, die vergat hij gewoon, weet je wel. En zo... dacht oma dan niet, hallo. En vooral opa. Ja. Die denken, die man zit me achter dat orgel te rammelen. Fantastisch. Moet aan het werk. Ja. Ja. Maar goed dan, dus was jouw vader echt van de muziek of was oma ook van de muziek? Ja, nee, mijn vader was echt van de muziek, maar volgens mij was mijn moeder ook wel enigszins muzikaal hoor. Maar dat was echt een boerin. Ja. Mijn moeder was een 100% boerin. Ja. De beesten hielden van haar. Ja. En we lag met mijn vader, anders mijn vader was wat kortkopperig. Ja. En dan deelde hij wel eens een tik uit aan die beesten. Maar als mijn moeder riep naar de koeien, dan kwamen ze gelijk allemaal. Ja. Als mijn vader riep, kwam er niemand. Er kwam er echt geen koe. Ja, maar oké, jij stond als 10-jarige naar de boertjes van Buten te kijken en je dacht, ik wil trompetist worden. En dan? Dan ga je naar huis en zeg je, ik wil trompetist worden? Dat hield ik voor mezelf. Oké. Okay. En toen ging ik op een gegeven moment hier naar de plaatselijke muziekvereniging en toen kreeg ik een trompet. En als je het dat stond vast. Dat zei, ja, ze hadden een trompet over. Die lag daar, maar die werd niet benut. Nee. En daarom speelde ik nu trompet. Maar goed, je wou al trompetist worden. Ja, dus toen jij daar bedoel, kwam, dat, die... dat wisten we niet. Als nee. Er nou een bugel had gelegen, dan had ik een bugel gekregen. Had je dan niet gezegd, ho, ja, ja, ik wil een trompet. Wel. Dan had ik eerst wel bugel gaan spelen. Maar, ja, ja. Ja, ja. En dan ga je op trompetles. En gewoon hier en hier bij de fanfare? Bij de plaats waar ik naartoe ging, daar kreeg ik eerst een beetje, een beetje apart, weet je wel. Maar op een gegeven moment ging ik al naar Ermelo, naar een muziekleraar. En dat was voor mij al een hele stap naar Ermelo elke week. Ging ik ook op een gegeven moment daar naar de muziekvereniging toe. Die was een stuk betere muziekvereniging als hier. Ja. Want dat was, was toen de tijd niet goed. Gezellig. En dat was mijn eerste stap buiten het dorp. Op de fiets naar Ermelo? Met de bus. Met de bus ja. Naar Ermelo, oké. Okay. Ja. Met je trompetkoffer? Ja. Of... ja. Had je toen al een eigen trompet? Nee, die was van een muziekvereniging. En waar later een discussie ontstond, dat het feit dat ik met mijn trompet in Ermelo les ging nemen en ook daarmee in Ermelo speelde. De sier stond te maken, terwijl het een trompet... Wat vader zegt meteen, jongetje, we gaan een trompet voor je kopen. Ja. Die kocht hij zelf. In Zwolle. Een kom-trompet, weet ik nog. Een hele goede trompet heb ik helaas wat vroeg weggedaan. Had ik moeten houden. Ja, tuurlijk. Ja, ingeruild op een gegeven moment. Zo gaat het ook. Ik bedoel, je moet weer een nieuwe trompet. En jij speelt trompet op die boerderij. Je vader speelt orgel, jij speelt trompet. Oefenen. Ik probeer me een beetje voor te stellen. Want ik kom natuurlijk bij jullie ook uit een muzikale familie. Hè? Jij speelde vroeger trompet. Mama zong. Er werd in huis veel muziek gemaakt, ook gerepeteerd. Was dat bij jullie ook? Jij een beetje spelen, je vader een beetje spelen? Ja, ja, ja. Dat was, ik bedoel, ik zat altijd te spelen. Gewoon achter de boer, buiten. Ja. Gewoon buiten, op de hek, weet ik het, noem maar op. Allemaal spelen. En was dat het moment dat ome Henk zei, ik wil ook een trompet? Ja, dat ging vanzelf. Want jullie scheelden hoeveel jaar? Henk is, die was 4 jaar jonger. Ja. En die ging op een gegeven moment ook naar de muziekvereniging. En ook een trompet.
Die wou niet een gitaar of zo, die wou trompet? Nee, trompet ook. Ja, okay. Hij vond dat fantastisch wat ik deed. Ja, ja. Dus ja. Die is mij gevolgd 4 jaar lang steeds, weet je wel. Ja. Als ik naar daarheen ging, dan ging hij er ook naar Ermelo. Hij ging ook naar Ermelo toe, precies. Oh, ja? Dezelfde weg. Hij is bij de Huzaren geweest, daar was ik ook bij. Maar goed, jij was in hier, je speelde trompet, je hing om de boerderij. Maar ik heb ook wel eens begrepen dat school was... Dat was knurren. Dat was discutabel. Ja, dat was helemaal knurren. Dus... Ik ben een typisch iemand als ik iets leuk vind, dan dat klinkt, maar ik ga ook zeggen hoe waardeloos dat ik ook was. Ja. Maar als ik iets leuk vond, dan was ik heel goed in. Ja. En dan was ik ook heel venijnig. Ja. Als ik iets niet leuk vind, dan doe ik er helemaal niks aan. Hopeloos. Nee. Ik hoef niet te weten wanneer Mozart geboren is. En zeker niet wanneer hij overleden is. Dat hoef ik ook niet te weten. Nee. Ik snap wel dat de periode waarin hij geleefd heeft, dat wel belangrijk is. Maar niet een datum erbij. 28 april wil ik helemaal niet weten. Nee. Maar goed, dat betekende dus dat... Je was niet een fanatieke leerling, nee. Maar op het moment dat je trompetles kreeg, dat was het. Ja, zeker. Daar ging je vol voor. Was oma Henk net zo, fanatiek? Ja, oma Henk die had nog wel wat andere talentjes. Hij was heel bedreven in hout hakken. Houtwerk. Niet alleen hakken, maar dat vond hij heel leuk. Dat zit ook bij ons in de familie, maar dat is bij mij niet aan de orde. Dus hij had ook nog bij wijze van spreken de ambachtsschool en houtbewerker kunnen worden. Ja, hij was daar heel goed in. Ja. Maar de muziek die vond het echt, echt heel 100%. Hey, en dan ben je, hoe oud ben je nu inmiddels? Waar hebben we het nu over? Dan ben je 12, 13? Ja. 14? Ja. En dan, wanneer komt Harderwijk in beeld dat ook iets anders belangrijk werd dan de trompet? Nou ja, kijk, de... Vroeger ging je uitgaan aan zijn leven, bedoel je? Nou, dat was nauwelijks. Het enige uitgangsleven was met de fiets naar de wijk. En dan liepen ze rondjes. De jongens die liepen zo en die meisjes liepen zo. En dan kwam er die meiden allemaal tegen. Elkaar aanstoten. Ja, dan liep de kans dat je dus tegen een meisje opliep waar je mee... Weet ik allemaal van dingen moet je uithalen. Alle hoeken van de kerk onderzocht. Ja. En bankjes en dingetjes en noem maar op. Ja. Ja. Maar dat maakte niks. Ik bedoel, jij ging puberend hier door Hierde. Maar desalniettemin trompet spelen, dat was je... Dat was een rode draad. Hoofdlijn. Wanneer ging dat naar een volgend niveau? Want ik bedoel, we zitten nu nog steeds toch een beetje op het niveau. Dat volgende niveau, dat was op een gegeven moment, toen zei mijn vader, nou jongen, je moet de leraar in Ermelo, meneer Van der Klaas, die zei, ja, je moet toch, ik ben raak een beetje, hij had geen ervaring meer om verderop. Hij zegt, je moet hogerop. Ja. Want ik ging, doordat ik veel trompet speelde, ging ik heel snel vooruit. Ja. En ik had behoorlijk wat talent, dus die leraar die kon me niet bijbenen, bij wijze van spreken. En toen ben ik naar Jan Marinus gegaan. Jan Marinus was trompetist bij de radio. Ja. Bij de radio? Bij een radioorkest of zo? Je had het Radio Philharmonisch Orkest en nog wat orkest en daar was hij trompetist. Hele bekende. En die deed het volgende met mij. Hij zegt, nou, ik vind het heel leuk dat je hier bij me komt, maar ik doe altijd als hier een nieuwe leerling komt, want hij had het non-pressiesysteem. Dat betekent dat je met weinig druk ook uitstekend trompet kan spelen. Niet heel erg duwen, zulke grote rode koppen, nee. Hij zegt, je moet het trompet op de tafel leggen. Ja. En dan ga je met je, zonder het trompet aan te raken, ga je dus gewoon blazen. En dan moet je dus... En dan zie ik je wel over 3 maanden terug, of ik zie je nooit meer terug. En dat was zijn methode. Maar nog heel even voor mijn begrip, hè? Ja. Hoe kwam jij in contact met hem dan? Ik bedoel, wie heeft jou... Ook een beetje bijzonder, want dat heeft met de oorlog te maken. Want zijn vrouw van Jan Marinus, die kwam in de oorlog, ging ze eten halen. Oh. En die kwam hier in Hierde bij een vast adres eten halen. En op een gegeven moment, die man die werkte bij, op een gegeven moment bij mijn vader, die zei, ja, dat was de trompetist, Jan Marinus, zijn vrouw, die kwam allemaal bij ons. En ik denk, nou, die bel ik op,
Want ik had geen enkele ervaring. Hè? Nee. Wij hadden nul ervaring. Ja. En toen noemde ik met Ren de Brouwer uit Hierden, zei ik er bewust bij. Ja. Uit Hierden, zegt ze. Ja, ik zeg uit Hierden, ja. Kent u dan de familie? Ja, die ken ik wel. Want daar heb ik het adres van. Ja. En zo ontstond mijn contact met de beroepswereld van de muziek. Oké, dus Jan Marinus zegt tegen jou, ja, leg die trompet maar op die tafel. Ja, ja, ja. Zorg maar dat die noten eruit komen. En als drie het je maanden lukt, zie ik je wel weer terug. Hij zei er ook nog bij, de meeste zie ik nooit meer terug. Lekker motiverend. Ja, erg demotiverend. Ja, 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 ja. Nou, en ik kwam wel terug. Want het is gruwelijk moeilijk, hè? Ik ja, bedoel, tuurlijk. Je hebt mij dit wel eens eerder verteld. En ook een trompet op een kussen gelegd en gezegd, probeer er maar eens überhaupt een geluid uit te krijgen. Op een kussen was het nog beter. Dan had je nog ietsjes tegenstand. Ja. En verdomd na een poosje, ja hoor. Ja. En zo, en allemaal door. En mijn vader zat was te kijken van, nou, dat wordt helemaal niks, weet je wat. Ja, dat mijn jongen. Maar goed, daar bleek wel dat je doorzettingsvermogen had als het ging om dingen die je leuk vond. Ja. Dus jij ging terug. Ja, ik zei, dat ben ik weer. Ja, en toen? Nou, toen zette ik er nou nu verder. Non-pressiesysteem. Dat duidde hij steeds op met lessen. En dan kreeg ik opdracht om dat en dat te spelen. En op een gegeven moment, toen zegt hij, het Brabants Orkest zoekt een trompetist. Ga maar proefspelen. Ja, dat heb ik gedaan. Maar ik kan me ook een akkefietje herinneren dat jij bij de Koninklijke Militaire Kapel. Ja. Was dat daarvoor of daarna? Dat was daarvoor. Vertel. Dat is natuurlijk. Ja, dat is niet helemaal zo positief afgelopen, zou ik zeggen. Hè. Dat gebeurde ook in mijn leven. Ik voorgespeeld bij de Koninklijke Militaire Kapel, aangenomen. Gigantisch blij. Ja. Echt niet te geloven. Prestigieus ook, hè? Die gasten hadden zo'n machtige mooie pakken. Ja, ja. En van die grote berenmuts hadden ze op. En heel goed spelen onder leiding van Rokers van Ieperen. En nou, voorgespeeld aangenomen. Maar je moet dus ook bij het leger moet je een bewijs van goed gedrag hebben. Ja. Dat is bij de post, overal moet je dat hebben. Politie, ja. Nou, ik op een gegeven moment ging in de hal naar de wijk toe. En toen was ik al een jaartje of 17 inmiddels. Een beetje een lastig karwei, een beetje een bijzonder karakter, apart. Op een gegeven moment was daar een opstootje. En toen dacht ik van, als ik nou Wilhelmus kan spelen, dan moet die politieagenten, die moeten in de hal gaan staan. Ja. Dus jij wilde de anarchisten helpen? Ja, de trompetisten. Ik had mijn trompet, die had ik achter op de fiets bij me op een of andere manier. Dus ik pak dat ding uit en ik ga eerst straffen staan, vol enthousiasme te spelen. En op een gegeven moment krijg ik een enorme klap met zo'n gummiknuppel. Afgelopen, weet je wel. Die politie die was woedend op mij. Donderen met dat ding, weet je wel. Ja, want vlam in de pan en dan kom jij nog een beetje met je trompet het Wilhelmus spelen. Ja. En voorkomen, of niet? Voorkomen in Zwolle. 4 jaar ontzegging van bewijs van het gedrag. En daar ging je baan. Ja. Afgelopen. Dus je moet wel donders uitkijken in het leven. Hè? Je kan allerlei dingen kunnen je overkomen. Hè? Maar reed jij niet naar huis en dacht je, wat een ongelofelijke. Ja, dat was zo allemachtig teleurgesteld. Ja, dat begrijp ik. Dat is die periode van de KMK tot met het Brabants Orkest. Dat is even een poosje daarvoor. Een van de treurigste dingen in mijn leven geweest. Echt waar? Ja, echt ja? Ja, ik geloof het wel. Want ik bedoel, je wilde trompetist worden. Je wordt aangenomen bij de KMK. Ja. Je denkt bij jezelf, nou, daar ga ik. Ja, ik dacht dat het afgelopen was. Ja, dat begrijp ik. Ja. Maar goed, Jan Marinus zei nou, er is een functie bij het Brabants Orkest. Nou, heb ik voorgespeeld en daar werd ik ook aangenomen. In 'Sertog Bos. En toen ging ik van Hierden, het veilige Hierden. Rustig. Naar 'Sertog Bos. Waar 50% meer mocht als in Hierden. Nou, vertel me daar nou eens alles over. En daar heb ik naar waarde genoten. Ja. Ja, echt. Echt. Jij ging daar in de kost, hè? Ja. Bij je gezin. Ja. Hoe werkte dat? Had je dan een kamer? Had je mee? Ik zat in een
op een gegeven moment, ja, ja, ik moest 137 gulden betalen. Ja. Dat was inclusief eten, ontbijt en noem maar op. En dat was fantastisch. Echt een hele aardige mevrouw. En die vond trompetspelen ook leuk nog. Dat was meegenomen. Ja, ook daar binnen moest je oefenen natuurlijk. En die vrouw die hield mij een beetje in bedwang. Dat ik op tijd at enzovoort. Ja, want... Daar heb ik mazzel mee gehad. Want het was nodig. Ja. Laten we wel wezen. Ja. Ah, en toen was ik beroepstrompetist. Ja, mijn pa, even zet er een bos. Jij komt uit, want ik weet dat moet, tenminste, dat kan ik me zo voorstellen. Hoe oud was je toen je bij Brabants Orkest begon? Bijna 20. Bijna 20. Ja. Je gaat van de Veluwe, rust. Ja. Toch ook vrij net, ja, het was ja, rustig, is het juiste woord eigenlijk wel. Er gebeurde helemaal niks in hier. Niet veel. Nee. Hè, hooguit rondjes lopen in Harderwijk om de kerk als je het hebt beetje, om een beetje spektakel. Visjes vangen en dat soort... En dan Brabant, Zertogenbosch, een stad, cafés, biljarts, drank, vrouwen. Ja, carnaval. Carnaval. Trompetist. Ja. Kunnen wij daar nog... De kortste keren had ik, want ik speelde bij het Brabants Orkest met een rockkostuum aan. Dat was een klassiek orkest. Ja. Maar het mooiste vond ik om op het podium te staan en om daar de show te maken. Weet je wel, met dat ding, hè? Ja. Dus binnen de kortste keren had ik een orkest waar ik mee optrad, weet je wel. In de stad gewoon? Ja, her en der. Ja, gewoon op podia. Ja. En had je chance als trompetist op het podium? Ja, 100%. Ja, dat was een hele nieuwe wereld voor mij. Als ik vroeger met hier en hier met trompet moest spelen en dan zei je, jongetje, wat wisten ze helemaal niet wat het was bij wijze van spreken. Nee. Dat was zo'n totaal ander wereld. Wel in de kerk spelen, maar daar kun je natuurlijk niet... Nee, daar kun je niet de artiest zijn. Nee, dat kan niet. Maar dat kon je daar dus wel. Dacht je toen, wacht even, maar dit is wat ik wil. Niet alleen trompetist zijn, maar ook artiest worden. Ja, dat kwam toen aan de orde. Heb je wel eens gedacht, dat Zertogenbosch, dat overleef ik niet? Dat? Dat Zertogenbosch, dat overleef ik niet. Ja, wel eens, ja. Want ik kan me echt wel voorstellen dat op die leeftijd is waar is de grens, weet je wel? Het leven is mooi. De grens is moeilijk, hoor. Ja. Ja, ik weet nog wel dat het was in die tijd dat die petticoats en die bosse meiden die hadden enorm veel haarlak in haar haar, zulke bosse haar. Ja. En dat waren allemaal aanwezige meiden, weet je wel? Ja. 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 Nou, en als je dan... Kijk, vroeger had ik geen materiaal. En als je dus in zo'n orkestje speelt, dan heb je materiaal, hè? Ja, ben je ineens de man. Werkt als een speer. Ja, dat is zo. Ja, dat geloof ik. Ja, dat... Maar goed, jij zette de bloemetjes een beetje buiten in Zertogenbosch. Ja. Ook hard werken, neem ik aan, hè, bij zo'n Brabants orkest. Ik had die solotrompetist daar, Jan Zwiggelaar, die vond mij heel leuk spelen. En die zei, kom eens mee naar huis, weet je wel. Ja. En op een gegeven moment zaten wij. Trompet ging voor. Ja. Dan als er vijf vrouwen voorbij kwamen, één trompet. Dan won de trompet. Die trompet won. Ja. En daar zat ik de hele dag met die man te spelen. De hele dag. Vond je het spannend om in zo'n Brabant, want ik bedoel, je gaat voor het eerst als professioneel trompetist in zo'n Brabants orkest. Zijn allemaal goed geschoolde mensen. Kijk, en hier was ik de super muzikale jongen. Ja. In Brabants orkest, die waren allemaal muzikaal. Ja, ja. De een nog erger dan de andere. Is daar dan ook competitie onderling? Nee, helemaal niet. Nee. Oké. Pa, ik wil zo toe naar de Gebroeders Brouwer. Ja. Want ik bedoel, jij zit nu in het Brabants Orkest. Dan ga je nog in mijn hoofd naar het Opera Forum. Ja. En dan word je samen met je broer ga je aan de slag. Klopt, hè? Ja, dus ik heb 5 jaar bij Opera Forum gewerkt. En daarna daar heb ik Caroline leren kennen. Niet onbelangrijk. Ja. En dat is de vrouw, de juiste vrouw op de juiste plaats. Ja. Want die heb je hard nodig, want anders bereik je dus helemaal niks met in die wereld waar ik in gezeten heb. Hè? Nee. Dan ga je ten onder. Opera Forum was overigens in Enschede, hè? Ja. Maar eerst, daar had ik het helemaal niet naar mijn zin.
Nee. Ik vond het, toen zat ik in die bak te spelen en opera. Nee, dat vond ik helemaal niks. Ik wou... Ik vind dat ook interessant, want we zijn begonnen. We gaan naar Settelgebos, dan gaan we zo meteen naar Enschede en dan komen de Gebroeders Brouwer. Pa, is er iets van een muziekje, want we hebben het nu over Hierde en Settelgebos, hè? De eerste fase van jouw muzikale leven. Is er, als er één nummer is wat misschien de periode in Den Bosch zou kunnen, of Hierde, of die combinatie? 100%. Welk is dat? De postmonogloop. Ik ga even, want ik heb muziek bij me, hè? Dus, die speelde de Boertjes van Buut als eerste. Ja. En later in het Brabants Orkest moesten, als we in de café zaten met z'n allen, ja? Dan zetten die kastelein de postmonogloop en dan moest ik meespelen van die kastelein. Hij staat hij dus hier gewoon... Oh ja? Ja, ik zet hem even aan. Oh.